Deze bewakingsbeelden zijn gemaakt in Zundert, bij een bedrijf aan huis in de Waaierbergstraat. Het gaat om deze twee mannen. Het is al snel duidelijk hoe de rolverdeling is. De een staat op de uitkijk, terwijl de ander het raam inslaat met een soort bijltje. Na een paar keer slaan klimt hij naar binnen, waar een andere camera hem oppikt. Hij gaat op zoek naar geld en vindt dat uiteindelijk ook. Al met al zijn ze zo'n minuut of 10 bezig, terwijl de camera's alles netjes vastleggen. De beelden en de vraag in deze zaak spreken voor zich. Wie heeft de vermoeden wie dit kunnen zijn? Zegt dat opvallende beeldje u iets? U kunt het doorgeven via de tiplijn.